eerst naar het beloofde land. Wie wil dat nou niet? Nou, journalisten bijvoorbeeld. De regering Netanyahu bedenkt een wet die journalisten van de publieke omroep verbiedt hun eigen mening te geven. Wel zo handig. Maar de journalisten winnen. Na een storm van kritiek wordt de wet toch maar ingetrokken. Edith Schippers. Als minister van Volksgezondheid lekker bij Linda over je schoonheidsgeheimtjes keuvelen. En dagcreme? Ja, ik ben dus voor een heleboel dingen krijg ik enorme schaafplekken in mijn gezicht van een soort allergie. Ja. En sinds ik dat gebruik heb ik nergens last van. Staat opeens je integriteit ter discussie. Dan wil ik wel graag weten hoe zij erover denkt dat ze zelf reclame kan maken op de televisie. De crème de la crème van de politieke debatten dus. Is dit nou het belangrijkste punt waar wij ons op dit moment mee bezig moeten houden? Nee, dat is natuurlijk Jack Gates. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Kijk, dat die man zo gek doet, een beetje psychiatrisch. Jack van Gelder is weggelopen, ik probeer hem... Serieus? Ja. Ja, want hij is toch zeker Malle Pietje niet. Voor de jonge kijkers, Malle Pietje was iemand die best luidruchtig kon zijn en graag sigaren rookte. Over Oranje hoeft Jack niet meer te schreeuwen. En iedereen is het er wel heel erg over eens. Wat een drama. Dit is natuurlijk het echte drama. De menselijkheid is aangespoeld, is de hashtag op Twitter. De iconische foto van Aylan is ondraaglijk en wordt zo een keiharde aanklacht tegen de bestuurders van de wereld die het laten gebeuren. Hoe dat enorme vluchtelingenprobleem te tackelen? Nou, die Hongaarse cameravrouw in het lichtblauw doet in ieder geval haar best. Verontwaardiging alom. En Nederland doet waar het groot in is. Ja, u kijkt naar een speciale uitzending van RTL Late Night, waarin we aandacht vragen voor het lot van de vluchtelingen. Televisieacties. Hey, wie zit daar aan tafel? Oh ja, de bedrijfsleider van het kabinet. Zo noemt PvdA-corrivé Felix Rottenberg zijn partijleider. Met zulke politieke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Een kapmes van een meter in de rug van Samson vinden ze bij de Post Online. Opmerkelijk, Bild zonder beeld. Nou ja, wel reclames natuurlijk, maar de grootste krant van Duitsland drukt een dag geen foto's af. Dat is een statement om te laten zien hoe belangrijk beeld is. Want er is discussie over de schrijnende foto's van de dode eiland. Altijd plaatsen, vindt Bild, hoe pijnlijk soms ook.